Zo, met Brian in de tuin. Zoals u weet ben ik een beetje bezig ook met woestijnrozen te verzorgen. Dat is dit. En vorige week had ik gespoten tegen verschillende bladluizen. Dat heb ik vorige week gedaan met kalkzwavel. Zijn niet zoveel en de bladeren zien er nog perfect uit. Alleen zijn de potten niet het juiste formaat, het is in een kleine pot, maar ze groeien heel goed. Ik heb een aantal hier om te verzorgen. Hier heb ik een, die grote. En ja, zo zien ze eruit. Deze staat nu in bloei. Mooie dikke wortels. De stam zelf is ook goed, maar de pot is alleen klein. Bepaalde van ze zijn drie kleuren, dus ik zal moeten kijken welke kleur en welke kleuren ze zijn. En dit als voeding heb ik gemaakt met koeienmes geweekt met bakoeverschillen en dat geef ik ze zo. Elke week geef ik ze de voeding. En dit krijg ik nu eruit. Enkele stallen in bloei. Hier heb ik hem ook in bloei. Daar ziet u hoe ik mijn woestijnroos verzorg. Zonder gebruikmaking van kunstmes. Dus gewoon normaal. De bakoeverschillen met koeienmes weken. En dat wordt aan de woestijnrozen gegeven. Ze zien er groen ook uit. Kijk hier, de bladeren. Heel frisjes zien ze eruit. En dat is het voor deze middag, de woestijnrozen verzorging. Tot een andere keer.